Op het NS-station in het centrum van Nijmegen vond maandagavond een zogenoemde sit-in plaats. Ongeveer 150 pro-Palestina-betogers zitten op de grond om aandacht te vragen voor de situatie van de Palestijnen. Het was precies een jaar na de grote raketaanval van Hamas op Israëlisch grondgebied. Het stukje vloer voor in de stationshal, vlakbij de incheckpoortjes, was het geclaimde plekje. Omstipt 6 uur, tijdens de spits, is de sit-in van start gegaan. Ik doe mee omdat ik vind dat de genocide in Gaza en in Palestina nog steeds aanhoudt. En omdat ik vind dat wij voor gerechtigheid moeten strijden. Ik ben zelf Palestijns en ik sta vooral deze tijd voor de Palestijnse zaak aan, voor het recht van het Palestijnse volk. Wij willen dat al die ellende gewoon stopt. En eindelijk gewoon dat het Palestijnse volk zijn recht op bestaan en zijn recht op vrijheid gewoon verworven mag krijgen. Op veel andere stations vindt deze manifestatie ook plaats. De gemeente Nijmegen staat de actie toe, maar de NS is er niet blij mee. Toch is het volgens de betogers een juiste plek, omdat ze juist op deze plek veel mensen kunnen bereiken. Als het aan mij ligt, hebben wij het hele plein voor het station, maar hier staan wij niet in de weg van niemand. Wij staan vreedzaam, geweldloos, wij houden aan alle regels van demonstratierecht, wij houden aan alle regels van meningsuiting en wij staan voor rechtvaardige zaak. Wij staan niet in de weg van niemand niet. Mensen kunnen doorlopen, wat NS zorgen over maakt aan andere mensen, dat is bullshit. Mensen kunnen aan alle kanten doorlopen. Wij hebben een rustige plek gekozen die niet in de weg van niemand staat. Een van de passanten geeft dan ook aan weinig last te hebben van de sit-in. Nee, ik vind het eigenlijk wel prima. Ja, als er geen hele bombarie omheen zit en ook geen agressieve bedoelingen of iets, dan dat zie je ook soms bij demonstraties. Maar hier heb ik eigenlijk helemaal geen last van gehad. Ik heb wel even omgekeken en ik zag dan de Palestijnse vlag en dan... Ik vind de plek prima. Volgens mij is de overlast vrij klein en er kunnen veel mensen iets van zien van die demonstratie. Dus ik vind het wel prima. Nee, volgens mij wordt er wel op gelet. Af en toe werd er ook een beetje ingedikt, zodat de reizigers er langs kunnen. Je wordt er wel mee geconfronteerd. Ik snap dat dat soms pijnlijk kan zijn. Maar ja, de hele situatie is uitermate pijnlijk. Voor de inwoners van Israël, voor de Palestijnen, voor de mensen in Libanon. Een aantal politieke partijen heeft aangegeven de datum 7 oktober ongepast te vinden voor een demonstratie. Maar deze is juist bewust gekozen. Omdat het vandaag een hele godsiderie en een hele jaar genocide is en dat mag een keertje stoppen. Vandaag is het begonnen, maar allang aan de gang.